Hoi, medewiekers. Welkom op het strandeiland. Nieuwjaarsduik. Samen met de drie musketeers van Spanaar TV. Christian Schaftenaar, Johan Remon en presentator Frits Panay. Gaat u meekijken? Hier heb ik hem staan, hè? De Harderwijker van het jaar. Geweldige onderscheiding. Even op terugkomen, 2017 is dan wel een bekroond jaar voor jou, hè? Dat is het zeker. Ja, grote eer. Harderwijk van het jaar geworden. En een heel goed jaar op het strandeiland gehad met Village People. Dus ik ben meer dan tevreden. Waar kijk jij naar uit in 2018? Waar ik naar uitkijk? Ja, een heleboel dingen. We gaan verder met Village People. Aanstaande 27 januari hebben we daar weer de tweede editie van. We gaan nog wat dingen aan het terras verspijkeren. En we staan weer klaar met het hele team om weer een hele mooie zomer te knallen. Nou mooi, nieuwe kansen, nieuwe ronde. En we beginnen met de nieuwjaarsduik. Heel veel succes in 2018. Dankjewel, jij ook. U bent er klaar voor? Ja, wij zijn er klaar voor. Tenminste, als zometeen de hekken waar we ingezet zijn, dan zijn we er echt klaar voor. Dus, en allemaal? Ja, en gaat u nog wat afspoelen van 2017? Wij hebben eigenlijk een heel goed jaar gehad, dus eigenlijk hebben we helemaal niks af te spoelen. Dus wat dat betreft zijn we wel heel tevreden. Hoi! Hi! Jullie zijn klaar voor de nieuwjaarsduik? Ja. Nou, geweldig, dus jullie gaan echt duiken? Ja. Nou, dan vraag ik het maar. Heb je wat af te spoelen van 2017? Heb je wat te verwijderen? Nee, niet echt heel veel. En jij? Nee, niet echt. Jullie gaan gewoon geweldig het nieuwe jaar in. Ja. Als je hamer goed zit, hè? Dat dacht ik ook, hè? En het zit een beetje of niet? Ja, geweldig. Ga je duiken? Nee. Waarom niet? Dat mag niet van mijn moeder. Mag het niet van je moeder? En je zou het wel graag willen? Hoi meiden. Hoi. Jullie gaan duiken? Ja. Wow, dat vind ik hartstikke stoer. Weet je wel hoe koud het is? Ja. Superman en een supervrouw, zeg je net en tegen een mij. Een superindootje. Gaat u wat afspoelen in het nieuwe jaar? Ja. Wat gaat u afspoelen? Alle kwade. Hoi. Hoi. Ik ben altijd blij als het recht zegeviert, ook op het strandeiland. Ja, u bent klaar voor de nieuwjaarsduik? Ja, helemaal. Ja, zeker. En wat ja. Gaat u meenemen? Gaat u wat meenemen van 2017 of gaat u wat wegspoelen? Zeker wat wegspoelen. En dat is? Ja, goed. Ik heb nog wel wat kilootjes kwijt te raken. Dus dan moet het recht maar zegevieren in het lijf. Benieuwd wie er vandaag weer de mooiste uitrusting zal hebben. En ze hebben weer lef dat ze het water ingaan met deze temperatuur. Ja, ik begin er niet aan. Je moet soms ook wel iets om jezelf denken. Maar ik zag dat je ging sporten dit jaar. Ja, ik ga een klein beetje wandelen. Maar ik hou het wel bij een droge. Ja. Of ik ga lekker naar Sportcentrum de Siepel. En dan vraag ik het hier aan iedereen. Heeft u wat weg te spoelen van 2017? Of gaat u gewoon heel fris het nieuwe jaar in? Ik ga weer fris het nieuwe jaar in. Hoi. Hoi. Ga jij ook duiken zo? Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Oh, wat stoer. Ja, eerst warming-up doen. Die ga ik verzorgen op het podium. Met wat collega's. En dan gaan we daarna inderdaad zo natuurlijk het water in. Nou, fantastisch. En heb jij wat weg te spoelen van 2017? Denk ik niet. We gaan gewoon voor een nieuw begin natuurlijk. Dus, koud of niet koud, je bent er altijd bij, hè? Altijd wel. Dit jaar is het wel heel erg gemakkie, hè? Heb je uit laten dagen? Nou nee, dit wordt al mijn 12e keer. Vanaf mijn 8e heb ik ook meegedaan met mijn vader. Jeetje, wat geweldig. Dan hebben we je toch een klein beetje gemist. Want alle aandacht ging altijd in jou, hè? Ja, erg eigenlijk, hè? Hoi. Zijn jullie er klaar voor de nieuwjaarsduik? Ja. En niet bang voor de kou? Nee hoor. Nou, jullie zijn bikkels, hè? Ja. Nou, ik vraag het jullie ook maar. Heb je wat af te spoelen in het nieuwe jaar? Van 2017? Nee. Of jullie beginnen gewoon lekker fris opnieuw aan 2018? Ja. Heb je wat weg te spoelen van het oude jaar? Nee. Genoeg toch? Nee. Vertel. wat zit je nog dwars wat je nou achter kan laten? Ja, een heleboel. Dat gaan we niet allemaal opnoemen. Nou, is maar goed. En jij? Ja, dat wil je niet weten wat dat allemaal gaat worden. Nou, jeetje. Ga je duiken? Ja. Samen met je vader en je moeder? Ja. Wow, wat stoer. En wie heb jou over die drempel heen getrokken om mee te doen met de nieuwjaarsduik? Dat wil ik zelf. Nou, fantastisch. En jij? Ben jij er klaar voor? Ja. Nou, pa. Dat zijn die-hards, hè? En dat op de verjaardag. Yes. Gaan we de lucht in? Don't stop.
mooi om jou hier weer te zien, maar jij hoort ook bij de recordgangers van de nieuwjaarsduik, hè? Dat klopt. We hebben z'n tweeën nog over die 14 keer meegedaan hebben. 14e keer. Wat een daaiat, ja. Ik zie het op Facebook, jouw hele familie houdt van deze spektakels. Hè? Jawel, hè? Al jouw kinderen gaan ervoor, jij bent er altijd bij. Ja. Hoe komt dat? Is dat zo gegroeid? Ik denk het wel. Ik denk dat goed voorbeeld goed doet volgen. En ik vind het leuk als de kinderen erbij zijn. Ze vandaag samen met mijn zoon. Hartstikke leuk. Nou, geweldig om dat samen te doen. Ja. Nou, 2018 is begonnen. Zo is het. We hebben alles weggespoeld van 2017. En ik wens jullie heel veel succes. En jou ook. Dankjewel. Daar gaan we voor. Hoi. Hoi. Viel het mee? Nou, het was wel koud met rennen, maar daarna viel het wel mee. En nou, lekker in een warme tube, of hoe je dat ook noemt. Warm het nieuwe jaar in. Ja. Nou, dan ga ik naar jullie. Hoi. Hoi. Nou, zeg het maar, hoe was het de nieuwjaarsduik? Ja, ik vond het hartstikke lekker koud en ik vond het wel leuk. Jeetje, wat stoer van jou. En helemaal niet bang voor het koude water? Ik had wel een beetje spanning. Maar nou vond je het geweldig en je hebt een mooie medaille gewonnen, hè? Ja. Kijk nog even naar die cameraman. Ja. En jij, hoe vond jij het? Nou, best wel koud, maar van de warming-up kreeg ik het ook wel alleen maar koud. Want mijn voeten kregen het alleen maar koud. Hoi mannen. Hoi. Nou zeg het maar, hoe beviel het? Heel erg cool. Vooral de warming-up. Ja, vooral de warming-up. Ja, dat vind jij het best. Maar ja, nou zit je goed, toch? Met nadruk op cool. Met cool. En waarom was het zo cool? Omdat het heel koud was. Oh, geweldig. En jij, hoe is het jou bevallen? Leuk, net zoals alle jaren. Dit is al mijn 7e keer, dus ja. Nou, vind ik stoer, jongens, dat je meedoet, dat je samen maken waar de wijk. Ja. En daar hoort de jeugd ook bij. En als de jeugd laat zien om mee te doen met de nieuwjaarsduik, gaan we goed 2018 in. Ja, bedankt voor jullie inzet. Hoi. Ik vind het zo stoer als meiden meedoen met zo'n nieuwjaarsduik. Voor de tweede keer al dit jaar. Voor de tweede keer al? Ja, ik durf het niet, want ik vind het veel te koud. En hoe vond jij het? Halverwege kreeg ik geen adem meer, maar de eerste keer ging het goed. Tot halverwege. En nou zit je lekker in een warme tube en met een medaille die je dik en dik verdiend hebt. Hey, een fantastisch 2018 geweest. Ja, dank u wel. U ook. We waren er weer bij voor Spanaai TV. Johan Ramon en Christian Schaffenaar, mijn cameramannen. En ik, presentator Frits Spanaai. Binnenkort te zien op YouTube en Facebook bij Spanaai TV. Bedankt, medewiekers.